Om de kwaliteit van de opvang in het leger des Heils te verhogen en ervoor te zorgen dat de daklozen sneller zelfstandig worden, is er afgelopen week begonnen met de verbouwing aan het Kromhout. Waarbij onze mensen die dakloos zijn, zo snel mogelijk weer in het normale doen kunnen herstellen naar het gewone leven, zoals wij dat noemen. Ja. En dat vindt hier plaats. Hier komen 49 eenpersoonskamers met z'n tweeën sanitair in plaats van een slaapzaal waar je met z'n pak een beet een man of 20 op stapel bij de licht. Ja, lijkt me sowieso ideaal in de tijd waar we nu in leven. Hè? Zeker, want dat hebben we natuurlijk de afgelopen maanden heel erg met de corona hebben we dat natuurlijk gezien. Van ja, de oproep van onze regering was, ja, blijf thuis. Maar ja, wat doe je als je geen thuis hebt? En we hebben eigenlijk met elkaar, dus college met raad, maar ook met heel de stad en met de buurt en met de betrokken partijen, het leger des Heils voorop, afgesproken dat we daar echt grote stappen in willen zetten in deze periode. Dus ruim een half jaar geleden heeft de gemeenteraad een visie opgesteld. De visie opvang naar wonen. Daar hebben we met z'n allen aan gewerkt. En dit is een van de belangrijke pijlers in die visie. Dus het belang van de daklozen meer voor opstellen. Meer individueel de benadering. Een eigen kamertje, een eigen plek. En dat draagt ongelooflijk bij aan het herstel van de daklozen. Maar er staat nog veel meer te gebeuren. Met de 49 bedden is er bijna 2/3 minder plek voor de overige daklozen. De algemeen directeur van het leger zegt dat er op andere plekken in Dordrecht ook ruimte is gemaakt om de daklozen een dak boven het hoofd te kunnen geven. We hebben een heel aantal mensen kunnen uitplaatsen. We hebben een andere locatie in Dordrecht. We zijn heel erg veel bezig met Housing First. Dus mensen gewoon snel met een eigen huis, met de hele mooie contacten die we met alle woningbouwcorporaties hebben, om te zorgen dat dat snel gaat. Mogelijk kunnen we een aantal mensen ook plaatsen bij De Hoop. Dus we zijn met een heel aantal dingen zijn we bezig om te zorgen dat we dat goed kunnen organiseren. En dat blijkt ook wel, dit is nu leeg. Dus mensen, gelukkige bonus ook allemaal nog ergens, al is het vaak tijdelijk. Ja, precies. Maar als het aan de wethouder ligt, moeten we ook buiten ons eiland gaan kijken naar mogelijkheden. Nou, voor de zomer heb ik namens het college een hele stevige brief gestuurd naar de collega's in de regio. Dus denk aan de Drechtstedengemeente, maar ook Molenlanden en Gorkum. Nadien zijn we ook nog bij elkaar geweest en hebben bijna alle gemeenten ook aangegeven van, wij zien dat wij hier ook een verantwoordelijkheid in hebben. Wij gaan hier ook een bijdrage aan leveren. En daar ben ik vanuit Dordrecht heel blij mee. Want de mensen die hier verblijven, de daklozen, ja, die willen werken aan hun toekomst en die willen uiteindelijk ook naar een voorziening waar ze met wat begeleiding kunnen wonen of misschien uiteindelijk wel helemaal zelfstandig. En dat hoeft natuurlijk niet in Dordrecht. Dat kan ook in Harnsveld, dat kan in Sliedrecht, dat kan in Gorkum. Daar wonen soms ook familieleden. Dus daar willen we veel meer, ook in het belang van die daklozen, gaan spreiden en niet iedereen in Dordrecht huisvesten.